Goedemorgen. We zijn vandaag in Fieldsmoos. Het is 17 december. En ja, het is heel erg bewolkt. Veel föhnwolken. Ja, zoals je kunt zien, er ligt echt niet heel veel sneeuw. Het is wellicht een centimeter of 10. Ze hebben zo goed mogelijk geprobeerd om het allemaal te prepareren hier in Fieldsmoos. Maar er zijn heel veel pistes nog dicht. Dat is wel heel erg jammer. De Kleinbergalm is dicht. Ik neem jullie een klein stukje mee tegen de zon in. Je kunt ook zien aan de pistes hier al. De sneeuwkanonnen staan er nog. Maar die kunnen niet aan, het is gewoon te warm. Er ligt ook geen sneeuw meer op de bomen. Gisteren toen we hier aankwamen was het echt prachtig. En het is gewoon heel veel dicht nog. Daar aan de overkant liggen ook pistes, zoals je kunt zien. Maar die zijn nu nog allemaal gesloten. Je kunt er gewoon niet naartoe. Het is ook nog eens een keer zo dat de sneeuwkanonnen niet aanstaan, omdat de bassins vrij leeg zijn. Hier vooraan, waar de sneeuwkanon staat, in het midden, het is zo'n bassin. Die is gewoon meer dan de helft leeg. Is het niet te warm, dan is het wel zo dat gewoon het feit dat er geen water is om te spuiten. We gaan weer richting het dal, want daar waar mijn echtgenote skiet, in die gele jas, dat is dicht. Je kunt niet rechtdoor. Ja, en dan zijn we alweer bijna terug in het dal. Het is natuurlijk niet zo heel erg groot hier. Daar ligt Fieldsmoos. En daar gaan we even heel voorzichtig naartoe. Deze mevrouw laten we even voorgaan. Goh, ik kan niet goed skiën. Ik vraag me af van wie ze dat geleerd heeft. En dan komen we weer in Fieldsmoos uit. En zoals je ziet, het moet natuurlijk allemaal nog beginnen hier. Het is nog hartstikke rustig. Daar beneden, daar is de skischool Schurkhover. En daar werkt mijn zoon. Ik ga afsluiten. We gaan nog een rondje omhoog. Het is niet veel. Maar je moet lekker thuis blijven. Dat is belangrijk. Ik zou zeggen de groeten.